deze week in Po. Dit is de 1046 International. Paul wordt mede mogelijk gemaakt door OCI Nutramon, Huisman Gemert, Bouw in Vertrouwen en Middendorp Montage, specialist in dakrenovaties. Nou, dat geeft een gevoel van jeugdigheid. Je weet, als jongen droomde je altijd van dat soort trekkers. En ik ben op die kleine begonnen daar en nu heb ik dat is gewoon een collectors item voor ons. Dit is de International 1046 van Anne Woudstra uit het Friese Menaam. De trekker wordt gebruikt op het melkveebedrijf van zijn zoon voor het mengen van strooisel voor in de lichtboxen. Mijn broer heeft hem, nou, ik denk, 8 jaar terug gekocht. En hij was van een ex-akkerbouwer en ex-loonwerker. En die hebben hem zwaar werk laten doen. En toen stond hij daar, nou, ze deden er niks meer. Toen heeft hij hem gekocht. En zo kwam ik bij mijn broer en zag ik dat ding al eens een paar keer staan. Ik denk, dat lijkt me nou wel eens leuk om die op te knappen. Nou, en zo hebben we hem hierheen gehaald. En zo zijn we er jaren mee bezig geweest. En dit is het resultaat. De trekker is net klaar. Deze zomer mag de trekker ook andere werkzaamheden doen. Nu wordt in de mengwagen een mengsel van stro, kalk en water gemaakt. Dat vinden we heel goed voor die koeien, dat doen we al jaren. En eerder deed die mengwagen voor het voer, maar hij is nog niet helemaal versleten, maar bijna. Dus dan kan die hier nog mooi voor gebruikt worden. Ja, het geluid dat erin zit. Er moet een fluitje in zitten, dan loopt hij op zijn mooist. Dat is niet bij alle trekkers zo, maar deze heeft het ook wel. Maar ja, dat geeft je een kick. Dat is heel raar, maar zo is het. Ja. Voor op de trekker zit het oude frame voor een gastank. Die akkerbouwer die de ding vroeger gebruikt heeft, die had hier een gastank voorop zitten. En daarachterop zat een soort rotor met een dichte rol. En daar brachten ze dat gas in de grond om die grond te ontsmetten. Dat was vooral voor de aardappelteelt. Dan konden die boeren een jaar eerder weer aardappels verbouwen. Want normaal was het om 3 jaar of 4 jaar, dat hing ook van het soort af. Ja, maar dat was gewoon, in die tijd was dat booming business en later was het weer gebeurd, maar het mocht niet. Hè? Want het was niet gezond voor die grond natuurlijk, maar op dat moment mocht het wel en dat heeft hij jaren gedaan met deze trekker. De International 724 brengt het mengsel van stro, kalk en water in de lichtboxen. Deze trekker kan namelijk precies tussen de boksen door over de roosters rijden. Ik rij liever op deze. Nou, dat heeft met meer stoers. Dat is, en we zijn jongens, hè? Dat is, zit altijd met stoerheid in. Ja, absoluut. Dat is een hele mooie paw-trekker. Ja. Ja. Alleen voor de echte Porsche-fans. Ga naar porshop.nl.